Oké, op naar ons volgende avontuur. Kijk je mee? Kijk je mee? Hé, hey, dit is de volgende stad. Oh, we gaan... Deze vrouw gaat het vertellen. Oké. We moeten via de grot, denk ik. We moeten via de grot. We gaan eerst even healen. Even healen. En even gluren en dan gaan we in de grot. Hadden we iemand al flash al gegeven? Nee. Maar sommige grotten zijn licht al van binnen. Oké. Daar in de grot heb je Zubat, Geodude en... Als we Onyx wil ik ook al hebben. Onyx is ook wel mooi, hè? Dat geluid dat hij maakt. Een steenwurm. Zei ik voor vorige keer ook. Dat is een steenwurm. Dat is een wurm. En ik heb niks tegen wurmpies. Nee. Daar heb ik niks tegen. Alles is een wurmpie. In jouw ogen. Daar gaan we al. We zijn net binnen. Ja, dat heb je. Zubat. Die ziet er hier wel cool uit. Hij ziet er ook wel oké uit. Hij ziet er wel oké uit. Als je onze eerste klap overleeft... Hij is wel hoog level ook. Maar als hij evolueert, is hij wel kut. Dat hij met zo'n grote mond krijgt. Die is niet. Wil je hem vangen? We kunnen hem altijd Zubat houden. Ja, maar elke keer als hij weer een nieuwe Pokémon gaan we hem weer houden. Oké, niet overtuigd. Was het nou een soort wurmpie? Was het een andere vrouw? Ja, wurmpie die... Ik hou van wurmpies. Waar moeten we heen? Oh. Wil je ook vechten? Wat gebeurt er nou, man? Weer deze vrouw! Precies hetzelfde. Wat is dat nou weer? De Fine Whip. Moet je de Fine Whip op gebruiken? Volgens mij was het niet echt effectief. Nee, weet ik, maar het is gewoon leuk. Is gewoon leuk. Het is leuk. Deze kan toch niet zingen? Volgens mij wel. Dit is toch evolutie of niet? Nee, dit is geen evolutie. Waarvan is dit een evolutie dan? Van niks. Het is gewoon een standalone. Ja. Misschien inmiddels wel, in de nieuwe generatie die wij niet kennen, maar nu... Dit spel. Nee, deze kan niet zingen. Die heeft gewoon geen goede stem. Die heeft gewoon geen goede stem. Geen goede stem, daar kan je niks aan doen. Niet zuiver. Zijn er meer bij hoor, die geen goede stem hebben. Irritante stem, zelfs. Oh, maar alsjeblieft een keer buiten. Moeten we naar beneden? Weet jij hier de weg nog? Van 10 jaar geleden. Nee, ik speelde Pokémon Silver. Nou, dan ga ik gewoon naar beneden. Maar Nee, ik denk dat hier een geimpie is zelfs. Oh, hij gaat voor het geimpie! Doet mijn brein het nog, jongens en meisjes. Mijn brein. Zo'n lekkere Pokébal. Dat zou kunnen. Wat zit erin, Peter? Misschien een aanval? Mewtwo. Mewtwo? Die halen we gewoon neer. Die halen we neer. Die is weg. Gaan we ook niet lastig doen. Ja. Je kan alle kanten op... Oh! Oh man, wat doe je nou? Dat was hij! Ik zag een Pokéballetje. Zag je? Ja. Je ging er recht op af. Je wist het nog. Je ging er recht op af. Wow, wat een knietjes. Dat is een super nerd. Dit is een super nerd. Dit is een super nerd. Waarom zit hij dan niet op de computertje, vraag ik me af. Hier, komt een beetje met een staal. Staal Pokémon. Is de Fine Whip niet goed? Weet ik niet. Het is wel over. Voltorb. Misschien dat hij plaatst zichzelf op. Dat zou een mooi moment zijn. Lekker makkelijk voor iedereen. Niet voor zijn ouders. Puur zelfmoord, man. Denk eens na. Oh, sorry. Daar denk ik gewoon niet over na. Hoppakee, die is neer. Deze gaat gewoon dat snel, gaat, dat gaat dat hard. Gaat dat gaat heel hard. Voor je het weet hebben we zo'n beast. Hier. Deze is van mij. Zat hij op zijn knietjes te graaien en ik heb hem weer op te pakken hoor. Ja, een potion. Scheelt me weer een paar tientjes. Nou, we gaan verder. We gaan het laddertje af, denk ik. Ja. Als maar niet doodloopt. Ik hoop ook dat we niemand tegenkomen nu. Hoezo? Gewoon, ik wil even naar huis of ik gewoon naar een gym. Die man ziet er wel belangrijk uit. Is een slechterik, denk ik. Hij ziet er wel belangrijk uit. Wil die slechterik niet halen? Ja, voor die slechterik. Maar hij wil ook echt vechten. Team Rocket. Dat is Team Rocket. Gangsters zijn het zelfs. Ja. Oh, een zweep. Waar heeft hij een zweepje bij zich? Hij tempt ze.
Oh, die willen we ook hebben, die is hoor. Ook wel goed, hoor. Hij ziet er hier heel goed uit. Mijn hoofd ziet hier heel kut uit in de serie. Hey, let nou één keer op je taal. Ja, sorry. Het vloept eruit. Het vloept er gewoon uit. Zo zit ik niet in elkaar, dat weet jij ook. Je bent een floeper. Ik floep wel eens. Ja, doe maar gerust die zand aan. Misschien kunnen wij ook zo'n gangster worden, trouwens. Kun je Team Rocket joinen? Die wel altijd gekke Pokémon, dus... Waarschijnlijk heeft hij nu nog een te gekkere. Nee. Ik zeg al nee. Ik voel dat ik rook het riool... Ja. Rioolrad. Ik rook hem al toen hij me uit zijn broekzak toverde. Een paar vliegen kwamen mee en zo. Een paar sap. Een beetje sap. Waarvan je eigenlijk niet wil weten wat voor sap het is allemaal. Ik moet toegeven, het voelt wel goed om een rat dood te trappen. Het voelt gewoon goed. Wat doe je nou de hele tijd? Ik ben twijfel aan. Hoppakeetje. Toen er stond, kwam hij krachtiger op me over. Dan had hij wat voor Pokémon hij heeft. Ja. Zeer treurig. Het zweepje lijkt hij sterker. Ja. Het is echt zo. Niet heel raar, loop met een wapen rond dat je er sterker uitziet. Een volwassen man verliest van een joch die een middag bezig is met Pokémon. Hier. Oh, het loopt echt dood. Zuur. Oh! Deze moeten we hebben! Die evolueert, jongen! Oh, die moeten we hebben! En ze noemen hem Paris Hilton! Dat gaan we niet doen. Niet doen, zeker niet. Wat zou ik doen? Ik heb nog wel een tackeltje, denk ik. Ik weet niet. Is het maar precies 50%? Hij is zeldzaam. We kunnen een leech zien doen. Gewoon. Wil je zo zielig doen? Wil je zo zielig doen? Yes. Moet je me niet neerhalen. Die is sterk. Die is ook level 10, hè. Dat is best wel hoog. Oh, ik kan het niet doen tegen hem. Waarom niet? Wat moet ik doen, team? Nee, niet de fine whip. Je moet een andere Pokémon inzetten. Jan-Jaap! Doe het, Jan-Jaap! Slapen! Laat hem slapen! Slaap, dan vang je makkelijker. Nee, het is over. Nee! Oh! Nou, man! Welke hebben we nu nog? Beedrill. Deze man. Blastoise, komt hij weer. Ja, maar je haalt hem in één keer neer, hoor. Dat weet je van hem. Die is te sterk. Die is fanatiek. Hij is fanatiek. Hij is heel fanatiek. Laat hij geen moet hij geen critical geven nu? Geen critical. Normaal gesproken geeft hij alleen maar criticals. Ja, dit is een topgozer. Oké. Okay. Vang hem. Komt ie. Is Krabbejongen zo weer binnen, hoor. Die is binnen. Ja, lekker. Voor wie gaan we hem erin doen? Weet niet. We hebben nog een andere voor. We hebben twee Pidgeys, dus... Wat voor soort Pokémon is het? Ten eerste, een Mushroom Pokémon. Wat is dat nou weer? Paddenstoel Pokémon. Ik wist niet eens dat het een soort was. Ik ook niet. Zou gewoon plant zijn dan zeker, of niet? Valt hij niet onder plant? Een insect Pokémon. Net zoals, Weedle en zo. Oké, gaan we hem noemen? Kun je hem alvast Krabby noemen? Dan hebben we een soort van... Ja, noem het hem is Krabby. Een krabbetje. Het is een krabbetje, ja. Het is één pot nat voor mij. Ik heb dat krabbetje binnen. Je kreeg geen verstand van krabbetjes. De comments zeggen allemaal Robert. Robert, ja, dat is ook misschien wel goed. Nee, die moeten de andere officiële Krabby, Robert. Oké. Okay. Dit is Krabby, de andere is Robert. Krabby. Heb hem gewoon alvast, voor als ze hem niet tegenkomen. Inderdaad. Als ze hem niet tegenkomen, dan... Wat zal erin zitten? Een aanval. Zit er een aanval in? HP up. Krijgt meer HP dan? Denk het. Zo klinkt het wel. Het is niet verkeerd. Maar het gaat gewoon lekker, Peter. Het gaat heel gaat lekker. Gewoon goed. Nog een lekker beest. Geef nog een... Nee. Nee. Waterpokémon moeten we inzetten hier. Hebben we een waterpokémon? Nee, ons Fine Whip is ook super effectief. Oh ja, dat hebben we geleerd. Lekker bezig, Tim. Je bent scherp. Ja, ik ben heel scherp. Net zo scherp als die Fine Whip. Kijk maar. Ja. Hier, kijk eens aan. Kiek. Het hele
Stuk weer terug. Pokka eind. Halen we gewoon neer. Waarom heeft hij stekeltjes haar? Dat is de jaren 90 wederom. Ja, dat is een beetje apart gewoon. Dan zie je dat terug en denk van, stond hem helemaal niet goed. Ja, maar dat heb je over een paar jaar ook weer. Ja, dat is waar. Dan zie je jezelf terug op een foto denk je, wat voor kleren zijn dit nou weer? Ja. Wat zijn dit nou weer voor skinny jeans? Waarom droeg ik skinny jeans? Ik heb goede benen, maar waarom droeg ik skinny jeans?